Een recessie, waarschuwt het Centraal Planbureau. Hoe diep die zal zijn, is moeilijk te zeggen. De komende dagen zal de druk op de ziekenhuizen toenemen. We doen alles wat er mogelijk is om capaciteit uit te breiden. Door het aantal plekken in de ziekenhuizen op dit moment te maximeren. Door nieuwe verademingsapparatuur aan te schaffen. Minister van Nieuwenhuizen ergert zich groen en geel aan het gedrag van sommige mensen in het openbaar vervoer. Duurt het langer, dan verliezen honderdduizenden mensen hun baan. Vandaag de vierde podcast in de serie Ondernemen in tijden van corona. Ik heb gisteren gesproken met Won Jip, horeca-tycoon, van onder andere van de Dam. En hij inspireerde me en hij verraste me ook. Aan de ene kant door zijn positieve houding en hij zegt, je komt er altijd weer bovenop. Aan de andere kant schrok ik van de cijfers die hij mij over de horeca vertelde en zeg maar het gebrek aan liquide middelen bij toch ontzettend veel horecazaken. En dat zal waarschijnlijk straks tot heel veel ellende leiden. Dat is voor mij reden om vandaag te bellen met Ron Blauw. Een van mijn favoriete restaurants in Amsterdam, maar ook in Oudekerk. Lekkerder Indonesisch kan ik het niet bedenken dan wat Ron maakt. En daarnaast had hij ook van de week... prachtig initiatief, een bordje voor onze helden. Dat doet hij samen met Veranda en de Jonge Dikkert. Dat zijn hele leuke restaurants in Amsterdam en in Amstelveen. En ze hebben de belofte gedaan om in ieder geval 3 weken lang 200 diners gratis rond te brengen voor de helden. Dus de verzorgers, ambulancemedewerkers, politiemensen, brandweermensen, nou, noem ze allemaal maar op. Echt heel mooi om het op zo'n manier te doen. Terwijl ik denk dat hij het waarschijnlijk zelf heel moeilijk heeft. Maar ik ga hem nu bellen en ik hoop dat het goed met hem gaat. Met Ron? Ja, Ron. Hi. Goedemiddag. Je spreekt met Yves. Hallo. Goedemiddag. Hi. We zijn al gelijk online, dan weet je ja? Dat. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik heb je net even geïntroduceerd als een van mijn favoriete restaurants in Oudekerk. En het mooie initiatief van een bordje voor onze helden. Dus ik was even benieuwd, hoe is dat ontstaan? Ja, dat is een initiatief van Johnny Heitinga. Ja. En die kwam daarmee en die benaderde Eugène van de Dikkert en de Veranda en mij daarvoor. En toen dachten we, ja, het is een fantastisch initiatief, daar gaan we meedoen. Hmm. Dus dat hebben we gedaan en dat loopt hartstikke goed. Ja? Gaat heel goed. Want jullie hadden toen gezegd ongeveer 200 diners iedere dag. Ja, we zitten nu rond de 150, 200. We proberen gewoon zo lang mogelijk door te gaan. Maar we zijn natuurlijk ook een beetje afhankelijk van donaties. Mensen ja. Die wat geld doneren. En dat gaat de goede kant op. Ja, want hoeveel is er? Komt er een beetje wat binnen? Ja, dus ik geloof dat er nu rond de 28.000 euro binnen is. Dus oké. Okay. Kunnen we even vooruit. En er zijn ook heel veel leveranciers die die meedoen. Ja, die nu meedoen en wat spullen beschikbaar stellen en zo. Dus dat is goed. Mooi zeg. En hoe reageren de mensen, zeg maar, die het krijgen? Ja, heel verrast. Dat is heel mooi. Soms verwachten ze het niet. En dan sta je daar voor de deur en dan wordt het gebracht. En dan die reacties zijn geweldig. Dat is gewoon mooi om te zien. Dus dat is even een kwartiertje hun zorgen vergeten en even lekker kunnen eten. Ja, ja. En dat zijn mensen van de zorg, politiemensen? De zorg, maar ook in de supermarkt, vakkenvullers, politie, mooi. Ambulance, chauffeurs, medewerkers. Iedereen die waarvan iemand anders vindt dat hij wat verdient. Ja, ja. En is dat dan eenmalig dat iemand het krijgt of krijgt hij het dan elke dag? Nee, eenmalig. Maar, ja, ja, maar als hij er nog een keer wordt opgegeven. We hebben ook wel een aantal bij het VU en die we elke dag brengen. Ja, ja. Goed, die hebben gezegd, ja, voor onze intensive care medewerkers 15 per dag of zo, nou doen we dat ook. Ja, super. Hey, en hoe gaat het met jou? Ja, goed. Het is een totale, van 100 kilometer ga je naar nul. Het is een natuurlijk een slagveld, maar het is vooral dat je gewoon stilstaat. Dat is het frustrerende. Hmm. Dat ben ik niet gewend. Nee, dat weet ik. Maar wanneer hebben jullie, zeg maar, gedwongen jullie zaken gesloten? Wanneer was dat? Nou, dat was verleden week zondag.
Dat was die lockdown om... Half zes of zo, ja. Ja, dat we om 4:30 te horen kregen of om 4:00 dat we om 5:30 of 6:00 dicht moesten. Dus dat was wel even een... we hadden toch mensen in de zaak zitten, die moesten we eruit zetten. Ja. Ik vond dat zelf een beetje... Vond je dat niet... Dat ik denk van ja, dat hadden ze toch ook gewoon even op een rustige manier kunnen laten doen. Ja, dat had ook. Dan dat had het ook extreem, vond ik het. Om 11:00 s'avonds had het ook gekund, denk ik. Ja. We hadden alle veiligheid, tot zover je dat kan doen, hadden we in acht genomen met afstand tussen de tafels. En het aantal couverts hadden we al minder in mindering gebracht. Hmm. Dus we waren niet dat we er 150 man in gooiden. Dus we hielden overal rekening mee. Hmm. En dit kwam wel een beetje koud op ons dak. Ja, die zag je helemaal niet aankomen. En dat was op die zondag. En toen, wanneer heb je zeg maar al je mensen gezegd van joh, jullie moeten naar huis? We hebben maandag iedereen bij elkaar geroepen. Hmm. Op de Sofialaan. En toen hebben we verteld wat een beetje de plannen waren. Dus schoonmaken en we wilden nog wat met afhaal en delivery gaan doen met Indonesisch eten. Ja. Nou ja, dat hebben we ongeveer een 5 dagen gedaan en daar zijn we gewoon mee gestopt. Omdat het gewoon te druk was en te veel mensen in de keuken stonden. Dus het was ook niet veilig meer dat ik dacht van ja, daar moeten we mee stoppen. Ja, precies. Dus nu staat eigenlijk alles stil in jouw bedrijf. Nu staat alles stil en het enige wat we doen is bordje voor onze helden. Ja. En je bent elke dag, je rijdt even langs en dan ben je bezig om te zijn aan het schoonmaken. Maar ja, op het laatst ben je ook klaar met schoonmaken natuurlijk. Ja, want hoeveel mensen heb jij in dienst? 180. Jezus. Dat is nogal wat, zeg. En, ja. En dan, want jij hebt hoeveel horecazaken? 5. Ja, want je hebt gastro. Je hebt ook toch die Fat Dog? Dat, is dat ook nog... Nee, hij is al een tijdje dicht. Ah. Maar we hadden Laren erbij. Die moest nog open. Ach. En we hebben onze kookstudio in Diemen. Ja. Die we eigenlijk januari hebben geopend. Ja, en dan op de Sofialaan en Oude Kerk en in het centrum. Kerkstraat. En Kerkstraat, ja. En die, zeg maar, hoe lang kan jij zoiets volhouden? Ja, dat is een beetje afhankelijk van ook hoe snel wij die 90% terugkrijgen. Ja. We hebben wel wat vet op de botten. Hmm. Dus ik voelde dit al aankomen 2 maanden geleden, dat deze kant op zou gaan. Ja, ja. En waar baseerde je die gevoelens op? Ja, op de signalen uit Italië en het toch geen griepje was. En dat van ook van collega's hoorden. Toevallig waren we, die periode net daarvoor, waren we met een aantal chefs eten in Kopenhagen. En er was ook een Italiaanse collega bij. En die vertelde dat het toch wel menens was. Ja. Dus... Dus hebben we al gezegd, we moeten even wat vet op de bot creëren en een beetje rustig aan doen. Ja. En want hoe lang, zeg maar, want kijk, dinsdag gaan ze vertellen hoe het verder gaat. Voorlopig hebben ze gezegd tot 6 april blijft alles dicht. Maar als ze dat gaan verlengen met een maand, wat dan? Ja, dan heb je daarmee. Dan zal er vanuit de overheid iets komen dat er 100% compensatie komt, denk ik. Hmm. Want anders gaat de hele ondernemend Nederland naar de kloot. Ja, dus ook de BV Nederland. Ja, ik denk dat. Mijn gevoel is dat het nog wel 2-3 maanden langer gaat duren. Ja, hè? Ik denk wel juni, juli. Ja, dat is wat ik toch ook wel van veel mensen hoor. Hey, en als je kijkt naar de reacties die jij krijgt van leveranciers en klanten, hoe omschrijf je dat? Hoe dat gaat? Ja, dat gaat heel goed en dat is heel mooi. En we hebben ook gelijk een mail gestuurd naar al onze leveranciers dat we in contact moeten komen en dat we elkaar moeten helpen. En dat moet van pandeigenaar tot groothandel tot en met kleine leverancier die wij ook weer moeten betalen. Dus die molen moet wel een beetje blijven draaien. En heb je het gevoel dat dat ook lukt? Voel je dat die solidariteit er ook echt is? Dat voel ik wel. Maar dat is natuurlijk nu het begin. Het is net 2-3 weken. Als er straks één in die cirkel gaat muiten of die gaat op zijn strepen staan. Ja. Ja, dan ga je andere reacties krijgen. Dus dat is denk ik, we moeten ons hoofd koel houden en blijven praten met elkaar. Ja, want kijk, dat is natuurlijk zo gebeurd. Hè? En
een leverancier die zelf onder druk staat, of een verhuurder die maar een paar pandjes heeft, die op zijn strepen gaat staan. Ja, dan gaat het hele circus natuurlijk. Dan wordt het zeg maar van gezellig opeens agressief. Dat is precies, wat... precies. En dat moeten we voorkomen. En ja, daarom is het gewoon van groot belang dat die voorschotten vanuit de overheid te snel komen. En dat er geld beschikbaar komt. Maar ik hoor ook signalen van bedrijven die nu al naar een bank zijn gegaan. En dat de bank ook gewoon nee zegt. Dus, ja, hoor ik ook. Ja. Het is niet zo dat die bank, wat er gezegd wordt, van die staat voor je klaar. Zijn misschien ook wel als eerste om je nek om te draaien. Ja, nee, dat is... Kijk, dat is natuurlijk... In 2008 worden de banken gered eigenlijk door de ondernemers. Als je het gewoon, ja, precies. Dus nu hoop je dat de banken uit zichzelf extra geld gaan storten in bedrijven. Ik merk dat... Ik weet niet of jij dat ook merkt, maar ik merk dat ze bij mij in de podcast positief doen over de banken. Maar als ik met ondernemers off the record praat, krijg ik toch hele andere verhalen te horen. Ja. Dus ja, dat hoor ik ook omheen. Ik hoor niet zeg maar gezellige banken die even extra hun best doen. Nee, hè? En misschien is dat nu door de drukte en dat iedereen natuurlijk aan het bellen is. En iedereen, dus dat ze het overzicht kwijt zijn. Ja. En wij hebben zelf weinig, ik heb weinig met een bank te maken. Dus daar ben ik wel blij om. Ja. Dus die stap die kan je dan nog maken. Maar als je al net je tent hebt verbouwd, of je hebt net een lening van 1,5-2 miljoen om de boel een beetje. Dan sta je achteraan nu. En dan moet je maar afwachten wat de bank doet. Ja, dat is niet eerlijk. Hey, en wat is de mooiste reactie die je tot nu toe hebt gehad van een leverancier of van een klant? Nou ja, van een leverancier. Heel veel leveranciers die bellen zelf en die zeggen, weet je, of we doen ook geen incasso meer en we houden alles even stil, we moeten er samen uitkomen. Ja, dus in mijn omgeving en bij ons is het, merk ik, fantastisch veel goede reacties. En dat is heel mooi. Maar iets loyaliteit is nu wel belangrijk. Ja, is heel belangrijk. Maar iets in een soort één voorbeeld of zo, kan je die noemen? Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, nou, dat was eigenlijk onze financiële adviseur. Die zei van de komende 3 maanden hoeven er geen rekening betaald te worden en rekenen we niks. Want we gaan moeten nu elkaar helpen. Dus, ja. Mooi, dat bedoel ik. Ja, dat zijn mooie, mooie signalen. Heel goed. Hey, en jij bent ervaringsdeskundige, als ik je zo even mag noemen. Want jij hebt net zoals ik ook in het verre verleden alweer, hè, zo was in 2012 denk ik. Ook wel eens een hele zware periode gehad als ondernemer. Wat heb je daarvan geleerd, van die periode? Nou, dat kwam mede door anderen. Dus doordat ik in een groepje zat met een aantal ondernemers. Maar ik heb wel geleerd door altijd te blijven praten met je leveranciers en open en eerlijk te zijn. En niet jezelf verstoppen. Nee. Dus altijd gewoon het gesprek aangaan en tot oplossingen komen. En ik denk dat altijd de beste manier is, in plaats van elkaar negeren en je mails en je post niet meer openen, maar gewoon ja, en positief blijven. En positief blijven. Want hoe ziet jouw dag er nu uit? Ja, dat is 's ochtends word je toch op tijd op te staan en even langs de zaken om alles even te checken nog. En even te kijken of de koelcel het nog doen en even overleggen waar we nog wat vlees of vis kunnen ophalen voor de bordje voor onze helden. Ja, ja, en dan ga ik sporten, fietsen, ga ik thuis eten koken, een beetje boodschappen doen. En dan ga ik even 2-3 uurtjes een beetje creatief dingetjes uitwerken, plannetjes die ik had liggen of gerechtjes. Ga ik mee bezig. Ja, ja. Want jij woont, je bent getrouwd. Ja. En heb je kinderen ook thuis? Je kinderen zitten thuis, ja. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb er 3. Eén woont al op zichzelf en 2 wonen thuis in Ouderkerk. Ja, ja. Bij jou. Ja. En jij kookt thuis? Ik kook, ja. Wat een feest, hè, voor die kinderen en je vrouw. Iedere dag, hè? Nee, maar het is ook een beetje afleiding. En je gaat even naar de Lindhof of naar de Sliegro. Ja, toch, ja, je trekt toch ook in plaats van 8 uur, 9 uur, trek je om 6 uur een flesje wijn open. Ja. Hey, en wat is jouw favoriete gerecht om te bereiden voor je kinderen? Of wat vinden zij het favoriete gerecht? Dat ze zeggen, goh, pap, maak dit even voor ons. Ja, meestal is het toch wel gebakken aardappeltjes met een biefstuk à la loetje. Wil mijn zoon dan. Ja, geestig. Met wat, gewoon een beetje witlof, een beetje groente. Dus gewoon eigenlijk wel gewoon lekker Hollandse pot. Ja, ja, gewoon de Hollandse pot. Hey, en hoe oud zijn jouw kinderen? Die zijn 15 en 13 en
22. En wat zijn dan de vragen die zij stellen? Ja, die, weet je, dit, dat is eigenlijk hebben die zitten ze in een soort euforie zaten ze de eerste week. Ja. Dat ze niet naar school moesten. Ja. En die staan eigenlijk helemaal niet zo stil van ja, waar wij mee bezig zijn en ja. Wat wij over ons heen krijgen. Sure. En nu ze dan toch een week thuis zijn, beginnen ze toch ook wel de school te missen. En is het toch allemaal niet zo rooskleurig allemaal en leuk. Nee, precies. Nee, in eerste instantie is het lekker vrij, maar daarna begint het toch ook benauwd te worden. Precies, en je merkte ook dat de manier hoe het nu gaat met school, dat ze vanaf 8:30 tot 3:00, ja, dat werkt ook niet. Dan moet je gewoon van 4:00 strak en klaar. Ja. Weet je, dat is gewoon heel moeilijk om je 8:00 lang te blijven motiveren. Ja, begrijp ik. Hey, en als je kijkt naar de branche, hè, wat denk je dat dit gaat betekenen voor jullie branche? Ja, dit wordt een slagveld. Ja, ja. Wat ook wel weer goed is. Want er is gewoon te veel horeca en er waren gewoon te veel restaurants. Hmm. Maar het blijft natuurlijk, het persoonlijke leed is natuurlijk enorm. Dat gun je niemand. Want waar in jullie vak denk je dat de hardste klappen gaan vallen? Nou, ik denk vooral de kleine zaakjes. Iemand zei, een horecaondernemer zei dat we niet moeten zeuren nu als horeca, want we hebben ook vette jaren gehad. Nou, weet je, dat horeca is toch in de restaurants is toch heel veel ook weer investeren en wat je verdient wil je toch weer in je zaak om ook weer net beter te zijn dan die andere zaken in Amsterdam en omstreek. Dus weet je, zoveel vet is er niet. Dus als je net het bestek en servies hebt gekocht of net dat nieuwe kacheltje of net die nieuwe stoeltjes in de zaak. En je hebt ineens 3-4 maanden geen omzet. Ja, en je hebt net van papa en mama een beetje geleend. Of ja. Net bij de bank. Ja, die gaan het gewoon heel lastig krijgen. Ja, dat zei Woon Jip ook. Precies op deze manier. Ja. Hey, en de branche zelf. Hè? Denk je dat de branche gaat veranderen? Want ik bedoel, Amsterdam is inderdaad abnormaal veel restaurants te zijn. Maar denk je dat er ook dingen gaan veranderen in jullie vakgebied? Nou, ik denk sowieso dat we als we weer open mogen, dat we de eerste 2 weken een ontzettende hype en host krijgen. Ja. En daarna dat het ontzettend gaat inkakken en inzakken, omdat we toch wel naar een recessie toe gaan, denk ik. Ja, nee, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar aan de andere kant, kwaliteit heeft altijd overleefd ja, natuurlijk. In recessies. Ik denk dat een goede prijskwaliteit. Dat nog steeds het allerbelangrijkste is. Waar voor je geld en waar het gezellig is en waar het toch nog een beetje leven en druk is, dat daar mensen naartoe gaan. Ja. En het zal weer lastig worden in die periode voor de absolute sterrenzaken die 30, 40 couvert en 200 couvert voor een minuutje vragen. Ja. Maar denk je dat de sterrenzaken het moeilijk gaan krijgen? Verwacht je dat? Ja, nou, dat verwacht ik zeker. Dat was met de afgelopen crisis ook. Als jij zegt vanuit jouw ervaring, en die is best wel langdurig, zeg je, ik denk dat de eerste die in de problemen gaan komen, dat zijn de kleine, zeg maar, papa en mappa winkeltjes, zaakjes, eetgelegenheden en de sterrenzaken. Ja, ik denk dat die, want dat toch op het zakelijke uit eten gaan en dinertjes in sterrenzaken, dat daar als eerste weer op bezuinigd gaat worden, ook door bedrijven. Hmm. Dat heb ik ook wel geleerd uit de afgelopen crisis. En dat is ook wel de reden waarom ik wat laagdrempeliger ben begonnen. Ja, want ja, jij hebt ooit toen besloten, want je had 2 sterren volgens mij, ja. met Ron Blauw aan de Sophia Laan. Ja. Toen besloot jij, ik ben er klaar mee, ik wil dat niet meer. Wat was precies de reden? Ja, ook omdat je zag dat het gewoon het zakelijke uit eten, dat gewoon terugliep, ook door de crisis. Hmm. En ik had geen zin meer in al dat gedoe en al die tierlantijntjes. Dus ik wilde gewoon een wat meer swingende zaak hebben. Ja, want als je kijkt in 2019, hè, dat was een heel mooi jaar. Was dat ook voor jou een heel mooi jaar? Ja. Dat was het beste jaar ooit. Ja, hè? Ja, dat hoor je van veel ondernemers. Dus en in 2020 had het volgens mij het allerbeste jaar ooit moeten worden met al die events. Ja, dat weet ik niet. Nee? Want ik merkte toch wel dat, vooral in Amsterdam, dat er is zoveel keuze. Dus joh, ik hoorde wel vast veel signalen van collega's ook, dat januari, februari niet eruit schoten. Dus dat komt ook natuurlijk door dat er steeds meer bij komt. Weet je, elk leeg winkelpand, daar wordt tegenwoordig horecavergunning op gegeven. Dus
ja, die keuze wordt ook steeds groter. Als je alleen ook kijkt rond het Olympisch Stadion wat erbij is gekomen de afgelopen, ja, afgelopen 3-4 maanden. Dat is enorm. Ja, nee, dat klopt. En aan de andere kant heeft natuurlijk ook de gemeente Amsterdam een ontmoedigingsbeleid gedaan ten aanzien van het toerisme. Wat ik al hoorde van de hotels, dat er veel lagere bezettingen waren. Dat zei Van Jip heel terecht. Die hebben nu hun zin. Dat de stad is leeg. Ja, ja. En kijk, ik denk dat toerisme vroeger nog keek naar het Rijksmuseum en naar het Anne Frankhuis. Maar tegenwoordig kijk je echt als eerste van, als je naar New York of naar een andere stad gaat, waar kan ik lekker eten? En daaromheen ga je dingen. Dus gastronomie is gewoon super belangrijk voor een stad. En ook service en kwaliteit. Ja, want als jij zelf, hè, als je hebt twee, laat ik het even verdelen in het kabinet en de gemeente Amsterdam. Als je kijkt naar de handelwijze van het kabinet tijdens de coronacrisis, wat is jouw mening daarover? Ja, die vind ik heel goed. Ik vind dat, ja, ik vind Rutte het goed doen en iedereen eromheen ook. Ga er maar aan staan wat je voor je kiezer krijgt. En ik denk dat ze dat stapsgewijs de teugels aantrekken. En dat Nederland ook geen land is om in één keer in lockdown te gaan. En dat dit een goede manier is. Vanaf de gemeente Amsterdam merk ik eigenlijk niet zoveel. Nee, maar het is wel heel stil, vind ik. Ja, Amsterdam is, het is bizar als je door de stad heen rijdt. Nee, maar ook een gemeente, weet je. Ik bedoel, het is wel de stad van Nederland. En dan denk ik, ja, het duurde geloof ik een week of twee weken voordat Femke Halsma überhaupt iets ging zeggen. Ja, maar goed. Nee, maar hoe kijk jij daarna? Want ik bedoel, ik vind dat we daar wel iets over moeten vinden met z'n allen. Ik vind dat ze er al 2 jaar dat we een gemeente hebben die niet echt pro-horeca en pro-ondernemers is. Niet zo echt voor de ondernemers is. Maar goed, dat moet je bij neerleggen. En moet je weer hopen dat er nieuwe gemeenteverkiezingen komen. Ja, nee, dat is wel duidelijk. Je zegt het gematigd, maar ik begrijp wat je, laat ik het zo zeggen, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Hey, en kijk, ik hoorde je net zeggen, je verwacht dat het in juni, misschien juli weer opgestart gaat worden. Ga je zelf nog dingen veranderen aan je restaurants? Nou, we zijn wel bezig. We zijn wel aan het kijken om dingen aan te passen. En als we dan toch de ideeën die we hadden om die nu ook misschien te gaan doen, ja. En dan, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat hou ik nog even voor me. Oké, nee, dat is oké. Je moet ook blijven verrassen. Hey, en als jij, er zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die niet gezegend zijn met de ervaring van meerdere crisissen. Wat is nou jouw advies aan ondernemers die op dit moment het ongelooflijk moeilijk hebben? Je hebt het ook heel moeilijk, maar het is ook goed, denk ik, om ervaringen te delen. Ja, nou, vooral goede mensen om je heen verzamelen. Ook met ervaring en die je advies kunnen geven. En daar ook naar luisteren. Het zijn vaak toch wat oude rotten in het vak. Mensen met ondernemersbloed of die het allemaal een paar keer hebben meegemaakt, daarna luisteren en niet eigenwijs zijn en denken van, nou, dit waait wel over en we zien het wel. En ook blijven praten met je leveranciers. Daar ook steun uit halen en ook ja, wat je nu ziet, is natuurlijk heel veel horecaondernemers die heel snel wisselen van leverancier. En die denken, nou ja, ik denk dat ik al 30 jaar bijna dezelfde leveranciers heb. Dus dan kun je ook wel een potje breken en kun je ook wel makkelijker met elkaar in gesprek gaan. Dus ook loyaliteit is gewoon, denk ik, super belangrijk. Ja, nee, zeker. Hey, en je hebt ook een academy. Doe je ook nog creatieve dingen? Daar zien we online video filmpjes van Ron Blauw die kooktips gaat geven. Gaan daar nog? Ja, we hebben ook aan zitten denken nog. Ja. We zijn wel bezig met iets, maar dat doen er ook alweer een paar. Dus ja. Ik denk niet dat mensen zitten te wachten hoe ik hier de spruitjes schoonmaak en elkaar een banaantje in de pan gooi. Nee, precies. En doe je nu nog privé dingen die je normaal gesproken niet doet? Zit je nog lekker te Netflixen of films te kijken of spelletjes te doen? Wat zijn de dingen? Nee, ik ben veel aan het fietsen en aan het sporten. En, dat lekker is eigenlijk gezond blijven. Ja, het is lekker weer. Dus dan rij ik even de polder in en dan een paar uurtjes op de fiets. Ja, heel goed. Nou, Ron, dankjewel. Ik hoop dat ik snel weer bij je kan komen eten. Ja, komt goed. En we komen er juist wel uit met z'n allen. Absoluut. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Succes. Bye bye. Dank je. Bye.